overheid besteedt 2,3 miljard of 3,2 miljard elk jaar aan adviesbureaus. Helemaal gek. Wat we gaan doen is eigenlijk letterlijk in de operatiekamer kijken van een interview. En het bijzondere is dat op dit moment in de ruimte hiernaast zitten drie journalisten. Die hebben zich vakkundig voorbereid, alle drie, op het interview met onze hoofdgast die achter die deur zit. Het aardige is zo direct dat wij in die hoek gaan wij aan de journalisten gaan wij vragen hoe ze het gaan aanpakken. Wat is hun hoofdvraag? Wat is hun strategie? Hoe gaan ze het tactisch aanpakken? Wat is hun noodplan als het toch ineens misgaat? U weet dat allemaal, onze hoofdgast niet, want die komt zo direct in deze ruimte te zitten. Krijgt een koptelefoon op en alles wat we aan die kant over haar bespreken, ziet en hoort zij niet. De enige die het wel allemaal kunnen zien, dat bent u. En daarna gaan die interviews 12 minuten achter elkaar daar plaatsvinden. De gast weet niet wie de interviewers van tevoren zijn, kon zich in die zin ook nergens op voorbereiden. Weet niet waar het over gaat en met wie ze te maken heeft. En jullie weten direct als enige alles. Als zij de eerste vraag, want het is een zij, dat heb ik nu al heel progelijk verklapt, dan gaat de klok lopen. Veel plezier. Dankjewel. Hallo. Hi. Marieke van der Zilver. Hi. Nieuws. Hi. Nou, wat leuk. Ik zag ook iemand die al is afgehaakt van de lijst. Oud-forum statenlid Eelco van Hoeken. Waar is het misgelopen? Nou ja, kijk, in het kort komt erop neer, en dat heb ik ook in de media gezegd. Onze standpunten lopen gewoon te ver uiteen. Welke standpunten zijn dat dan? Nou ja, zij zit meer in de rechterflank dan dat ik zit. Of dat wij als partij zitten. Maar dat had u niet zien aankomen, hij komt van Forum voor Democratie. Ja, maar ja, goed. Kijk, hij is ook niet voor niks weggegaan bij Forum voor Democratie. Hij heeft ook bij Jaar 21 gezeten, overigens. Meerdere partijen. Maar kijk, ons gaat het erom in het algemeen dat wij met de kandidaten dat ze zich wel conformeren aan onze politieke standpunten. Mm. En ik wil voorkomen, kijk, dat is ook de reden waarom wij zijn vorig jaar oktober al begonnen met het zoeken van mensen. Dat is ook precies de reden waarom wij dat hebben gedaan. Omdat we eigenlijk voordat die definitieve kandidatenlijst uitkomt, dat we dan al mensen afscheid kunnen nemen. Want je komt altijd op een gegeven moment op elkaar dat je denkt van ja, maar hier is toch een punt, hè, of hier liggen we toch niet helemaal op één lijn met elkaar. Nee. En dan kan je beter van elkaar afscheid nemen. En hij heeft overigens ook hetzelfde. Hè? Dus het is niet dat wij hebben gezegd, je moet weg. Maar het verbaasde me, want het leek zo plots. Hè? Want u heeft een rondje gedaan, een rondje media. In augustus had u een aantal media uitgenodigd om te kijken hoe dat dan gaat. Hè? Maar daar werd hij wel heel prominent naar voren geschoven als iemand die wel echt voor uw partij actief zou worden. Dus ik vraag me dan toch af, hoe komt het, is het dan een beginnende partijfout dat dat dan zo plotseling toch uit elkaar valt? Ja, kijk, ik vind dat er wel heel overdreven over wordt gedaan, hoor, eerlijk gezegd. Want kijk, als je tot een gevestigde partij behoort, heb je ook niet de garantie op dat alles goed gaat. Ik bedoel, ik kan heel veel partijen opnoemen waar heel veel gedonder is. Ja. Wij liggen onder de loep, hè, en dat snap ik. We zijn een nieuwe partij, en dus er wordt heel erg focus op gelegd. Nee, kijk, hier hebben we eigenlijk pas later van gedacht van ja, dit ligt gewoon toch wel te ver buiten onze politieke standpunten. En ik wil gewoon voorkomen dat, want kijk, Eelco van Hoeken is gewoon, als persoon mag ik hem heel graag, ik heb helemaal niks tegen hem, maar ik wil gewoon dat in die provinciale staten, dat je niet dan gedonder krijgt en dat je dan gaat afsplitsen. Want dat zien we natuurlijk in het verleden, dat gebeurt natuurlijk constant. Ja. En er is mij heel veel aangelegen om dat niet te laten gebeuren. Hoeveel ruimte is er dan straks in de partij voor afwijkende geluiden of openbare discussie? Nou kijk, wij hebben altijd gezegd dat op bepaalde ethische onderwerpen mensen, en dan praat ik ook even over de Tweede Kamer, straks als we met meer mensen in de Tweede Kamer zitten, dat mensen altijd de ruimte moeten hebben om anders te stemmen. En dat is bijvoorbeeld op het softdrugsbeleid. Hè. Daar kan iemand gewoon echt een groot bezwaar tegen hebben. Maar ook op medisch-ethische kwesties. Hè. Abortus of hulp bij zelfdoding of euthanasie of wat dan ook. Kijk, wij zullen ook heel veel mensen van christelijke signatuur erin krijgen. Het is een mix, maar die zullen er ook tussen zitten. En dan zullen wij altijd vragen om een hoofdelijke stemming. Zodat die persoon van onze fractie tegen kan stemmen of voor. Dat is maar net hoe je bekijkt. Maar die provincies die moeten straks de onderhandelingen gaan voeren over het stikstofbeleid. Die moeten het gaan uitvoeren. Stel nou dat er straks compromissen gesloten moeten worden omdat uw partijgenoten in besturen komen. Hoeveel ruimte krijgen ze daar dan voor? En wie is er dan de baas? Een provinciebestuur? U? Ja, ik ga natuurlijk niet over de provincie
Ik ga niet zeggen van de provinciefractie moet dit of dat doen. Natuurlijk sta je nou in contact met elkaar. Mm. Kijk, ja, dat stikstofbeleid. We moeten eerst nog maar zien hoe ver dat gaat komen. Hè. Kijk, er staat nu in de wet 2035. Mm. Dan moeten die stikstofreductiedoelen zijn gehaald. Dat staat gewoon in de wet. Ja. Dus we hebben het allemaal wel over 2030. En iedereen zegt, staat het regeerakkoord? Het staat in het regeerakkoord. Ja. Maar iedereen doet nu net alsof, ja, die boeren die willen er even wel 5 jaar bij snoepen. Dat is gewoon klinkklare nonsens. Want 2035 staat in de wet. 2030, daar zeggen vrijwel alle provincies van, dat is gewoon onhaalbaar om dat uit te voeren. Dus dat zal ook onze. Maar mogen uw partijleden in het provinciebestuur akkoord gaan met onteigening? Als dat zo'n compromis is? Kan dat? Ik denk niet dat dat gebeurt. Ja. De mensen die bij ons zijn gekomen, die zijn allemaal tegen onteigening. Dus ja, maar dan zullen compromissen gesloten moeten worden. Ja, dat kijk, als dat fractie zul je gewoon tegen onteigening stemmen. Dus u bent liever niet in de provincie besturen dan dat u akkoord gaat met een akkoord waarin over onteigening gesproken wordt? Nou ja, wij zullen proberen in elke provincie gedeputeerden van landbouw te leveren. Dat is onze inzet. Maar krijgen zij die ruimte om de compromissen te sluiten die zij nodig achten? Of bent u dan de baas? Nee, op onteigening zal geen één provincie, geen één BBB-lid zal voor onteigening gaan stemmen. Ik heb uw verkiezingsprogramma gelezen en u heeft het dan over mensen moeten onze standpunten omschrijven of onderschrijven. En ik heb vooral heel veel dingen gezien waar meer geld naartoe moest. Ik zal eens even een willekeurige volgorde voorlezen. Afschaffing van de BTW op de hele schijf van 5. Meer geld naar zorgpersoneel. Onderzoek naar virussen. De bouw van een heel nieuw ministerie 100 kilometer van Den Haag. Een ministerie voor platteland. En teruggave van het kwartje van Kok. Eindelijk stond erbij. Maar ik lees veel minder hoe dat betaald moet worden. En dan denk ik, dat gaat toch een recept voor ruzie worden? Nee hoor, helemaal niet. Weet je, het huishoudboekje van de overheid is piekfijn in orde. Hmm. Er wordt altijd gezegd, kan niet, kan niet, kan niet. Uiteindelijk blijkt dus een heleboel wel te kunnen. Hebben we afgelopen maanden gezien. Alles wat nu ineens kan, dat kon de 6 maanden Maar noem eens één ding waarop bezuinigd moet gaan worden, volgens u? En uw partij? Nou ja, je zegt per se bezuinigen. Dat hoeft niet per se bezuinigd te worden. Het moet toch ergens van betaald worden? Maar luister, dat is gewoon een politieke keuze waar je geld aan uitgeeft. Waar moet dan geen geld meer naartoe? Waar moest de vaandeldrager van Rembrandt dan van betaald worden? Dat is 150 miljoen. Ja. Daar heeft u nog een half ministerie van staan. Nee, dat is. Ja, jij zegt er moet een nieuw ministerie worden gebouwd. Ik zeg helemaal niet dat er gebouwd moet worden. Er staan heel veel panden leeg in het oosten van het land, ook langs de snelwegen. Kun je prima doen hoor. Daar hoef je niet een heel duur nieuw pand voor te bouwen. Nee, maar goed, laat ik het dan anders zeggen. Hè? Er zijn. Oh, volgens mij is mijn tijd voorbij. Mag hem afmaken. Nou ja, nee. Kijk, meer geld voor de zorg. Al die dingen die u noemt. De afschaffing van de BTW op de schijf van 5. U moet toch ergens daar geld vandaan halen om dat te kunnen financieren? Nou ja, kijk, daar moeten toch harde keuzes voor gemaakt worden? Ja, ja. Luister, daar ben ik vrij simpel in. We kunnen sowieso in het hele ambt met alle regels, bureaucratische wetgeving, daar kun je al heel veel kosten op besparen. De overheid besteedt 2,3 miljard of 3,2 miljard elk jaar aan adviesbureaus. Helemaal gek. Er is niets zo moeilijk dan boeren verenigen om daar één blok van te maken. Dat is echt ongelooflijk moeilijk, want het zijn ondernemers uiteindelijk, hè, boeren en individualisten. Het is u gelukt. Vertelt u eens, hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Ja, of het mij primair gelukt is, dat weet ik niet. Wat jij zegt, dat klopt helemaal. Ik ben al jaren bezig, ook in mijn tijd als journalist, landbouwjournalist, ook in mijn tijd als communicatiemedewerker in de agrarische sector. Ik roep al jaren tegen die boeren, weet je, jullie zijn je eigen grootste vijand. Want jullie rollen over straat en je hebt heel veel sectoren, heel veel versnipperingen, heel veel meningen. Jullie moeten gewoon eens even proberen om gewoon één boodschap te vinden. Nou, dat heeft u volgens mij gedaan. Dat heb ik gedaan. Mag ik zeggen wat ik tegenkom in mijn eigen omgeving? En die omgeving is nu? Dat is het boerendorp. Ja, En ik heb veel gesprekken met boeren. Het is een mix van emoties. Ja. Angst, woede, miskenning. Klopt dat? Voelt u dat ook als uw common ground, zeg maar? Ja, 100%. Ja. Ja, dat is het 100%. Kijk, de afgelopen 20 jaar, denk ik, is er zoveel op die boeren afgekomen. Mm-hmm. En ze hebben zoveel meebewogen. Ze hebben eigenlijk alles gedaan wat de maatschappij van ze vroeg. En nog steeds is het niet goed. Zo'n beetje alles wat in de wereld misgaat, dat komt door de boer, zo'n beetje. Mm-hmm. Ze voelen zich ondergewaardeerd, miskend. En zijn ook gewoon bang om hun bedrijf en hun manier van leven, zeg maar, kwijt te raken. Ja. U bent een nuchter mens, toch? Ja. Ik ook. In Nederland polderen we graag. Ik
wil graag nuchter zijn. En ik denk, we gaan eruit komen met die boeren en de rest van Nederland. Er komt een fraaie opkoopregeling. Ik denk dat er ook een soort verzoening komt. Dat de rest van Nederland en de boeren, dat dat gewoon weer, ja, dat dat weer met elkaar door de deur kan. Wat wordt uw volgende common ground? Waar gaat uw partij mee verder? Wat is een centraal thema? Nou ja, kijk, het centrale thema van ons, dat was ook onze slogan in de verkiezingscampagne, dat was: wij zijn de stem van en voor het platteland. En wij willen dat het platteland in zijn algemeenheid, waar boeren een hele grote rol spelen, willen wij eigenlijk gewoon voor zorgen dat ze de erkenning krijgen en de waardering die ze verdienen. Dus wat in Den Haag als klein zeer wordt gezien, dat is op het platteland grote pijn. En ja, dat geluid willen wij gewoon steeds, en dat doe ik steeds ook in Kamerdebatten, want ik breng ook gewoon hele kleine dingen in. Hè, waarvan mensen denken van, heb je het daarover? Ja, dan heb ik het daarover. Want voor het platteland is zoiets wel heel erg belangrijk. In 2017 was Eberhard van der Laan bij Zomergasten. Vond ik echt een prachtig interview. Ja, fantastisch. En hij zei, Amsterdam en de steden omheen, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, het wordt een soort groot Amsterdam. Een soort New York. Ja. En in de provincie is dan plek voor de stedelingen om uit te rusten. Ziet u dat ook zo? Ja, en dat is ook waar ik me heel erg zorgen over maak. Kijk, dat zeggen we ook. We moeten groen niet inruilen voor grijs. En als ik vanuit Den Haag op donderdagavond of vrijdagochtend naar Deventer rijd, dan zie ik, ben ik eigenlijk tot en met Gouda, is het gewoon één grote grijze massa, hè, van kantoren en wijken en noem maar op. En dat schuift eigenlijk steeds verder op. Dus Nederlanders moeten straks, die moeten veel verder gaan reizen om nog een keer in het groen te komen. En ik vind dat we ontzettend voorzichtig daarmee moeten zijn. En daarom wil ik ook zo graag dat er een langjarige visie komt op wie heeft welke ruimte nodig in Nederland. Want dat is eigenlijk waar het over gaat. Hoe gaan we die ruimte verdelen? Wat was in uw jeugd het eerste gevoel met dit is een boer? Nou, dan moet ik ver terug, want dat was in Ierland. Mijn moeder is een Ierse. Uh-huh. En haar grootvader was een melkveehouder. Uh-huh. En daar gingen wij wel eens naartoe. En ik vond dat helemaal fantastisch. Nou, wat vindt u fantastisch? Ik mocht een koe melken. Ik kom uit een dorp waar misschien wel 400-500 boeren waren. Of in ieder geval de regioboeren. Zijn er nu nog maar een paar, hè? Ja. En ze zijn heel groot geworden. Het aantal wordt steeds minder. Ja, ze zijn groot geworden. Maar ja, dat is ook een kwestie van wat hebben wij ze opgedragen om te doen. Noemt u die boer, zeg maar die grote boer, is dat nog steeds diezelfde boer uit Ierland? Zeker. Het is niet een agrarisch ondernemer geworden, of misschien wel een agrarisch industrieel? Het gevoel en de liefde voor het vak, het tussen de koeien zijn, in de stal zijn, is precies hetzelfde. Is precies dat weet u hetzelfde. Zeker? Alleen, ja, dat weet ik zeker. Want ik spreek heel vaak boeren, kom heel vaak op boerderijen. En die voelen zich gewoon op en top boer. Het is alleen hoe de buitenwereld naar kijkt. Dat kan ik me overigens wel voorstellen. Ik ken boeren die wel een beetje moedeloos worden, hoor, soms. En die het soms ook wel veel vinden. Ja, maar zeker kan ik me dat voorstellen. Ja, dat het maar echt wel om enorme aantallen draait om de boeren in het te houden. Ja, nee, zeker. En kijk, een boer en die misschien stiekem wel wat minder willen. Ja, zeker. Maar dan moeten we, kijk, ik zeg altijd, alles kan. Dat kan allemaal. Mm-hmm. Maar dan moeten we de consument en de burger wel even gaan uitleggen wat dat te betekenen heeft. He, dat gaat dus ook betekenen, misschien wel, dat de prijs van het voedsel wel wat hoger gaat worden. En dat we niet meer een komkommer voor 49 cent... of bij de Lidl voor misschien wel 39 cent kunnen komen. Ik noem even komkommer als voorbeeld. Een flesje melk. Het gaat substantieel duurder worden. Als wij willen dat boeren helemaal geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken, dat kan, maar dan moeten we er ook rekening mee houden dat oogsten ook wel eens kunnen mislukken. Dat niet altijd maar alles in die supermarkt kan. En als we daarover eens gaan worden, dan moeten we dat ook gaan doen. En dan kunnen die boeren misschien inderdaad weer kleiner worden. Zijn er ook meer boeren? Ja. Dus als je ik heb u eigenlijk nog nooit gehoord over die aantallen, hè, en het eventueel minderen. Maar stelt u voor, vannacht ziet u het licht. En u zegt van die boeren, die moeten we erkennen. We moeten de pijn, dat moeten we benoemen. Er moet een verzoening plaatsvinden. Maar, beste boeren, helaas, we moeten minderen. Wat doet het met uw electoraat? Kijk, ik zeg niet dat de... Ik zeg één, niet dat de veestapel meer moet zijn.
U zegt van, ik heb het idee, we gaan minder. Wat doet het met uw electoraat? Nee, maar ik vind niet dat je per se moet minderen. Omdat er een natuurlijk verloop in zal zitten. Er zullen de komende jaren heel veel boeren gaan stoppen. Puur om het feit dat ze geen opvolger hebben. Dus het veestapel zal zeg maar vanzelf al minder worden. En waar ik voor ga, is dat die boer een goede opbrengstprijs krijgt. Dat hij een inkomen kan verdienen. He, er wordt wel gezegd, ja, die boeren... Daar zijn we het over eens. Laatste woorden. Ja, die boeren zijn allemaal miljonairs, dikke Mercedes. Ja, weet je, van grond en stenen kun je niet eten. Het gemiddelde inkomen van een melkveehouder was een paar jaar geleden 29.000 euro. Dat is het besteedbare inkomen. En dat is wat ik graag wil. En als dat minder dieren tot gevolg heeft, dan zal dat zo zijn. En als dat, dus zo kijk ik ernaar. Het eerste is de bedreigingen. Afgelopen week hadden we het daar uitgebreid over, hadden jullie het onderling daar uitgebreid over in de Kamer. Jij nam ook het woord toen. En je vulde eigenlijk een beetje in waarom je in juli bent gestopt eventjes met je mediaoptreden. Tenminste, zo interpreteerde ik het. Je vertelde de Kamer dat je wordt gezien als een promotor van de bio-industrie, gelijkgesteld met een dierenbul, vriendin van Kampbeulen, dieren-Hitler, varkensnatie. Je moest zelf geroosterd worden of een slachthaken in je nek krijgen. Zijn dat allemaal berichten die je hebt binnengekregen, zo door weken en maanden heen? Zeker door de maanden heen. Kijk, iemand die zegt van je moet geroosterd worden, zie ik niet als een bedreiging. Nee. Dat zie ik wel gewoon als intimiderend. Ja. De bedreigingen die waren gewoon echt gericht op mijn leven. Hè? Ja. Dus echt dat ik dood ging ergens op een bepaald moment. Of dat soort echt gerichte bedreigingen. Ja, ja, dat mag niet goed, lijkt mij. Strafbaar. En strafbaar uiteindelijk. Hè? Mensen kunnen voor de rechter terecht. Heb je aangiftes gedaan? Ja. Ja. Nou is het zo dat ik, toen ik wat onderzoek deed voor deze bijeenkomst, stuitte ik op de affaire Ducky 6. En die ken je natuurlijk, want dat is jouw collega, Henny Verhoeven. Ja. En Henny die is toch wel een felle, volgens mij. Toen ben ik wat rond gaan bellen. En allereerst kwam ik in contact met Tom van der Ham. Dat is een journalist van Zembla. Die doet allerlei reportages op het platteland. En die kwam daar ook bij twee boeren te spreken. En die bedreigde hem. En die zeiden, als je nou niet snel op sodemieten, dan gaan met de auto over je heen. Iets van die strekking was het. En Henny, die juichte dat eigenlijk toe op Twitter. Wat vind je daarvan? Nou, ik ga daar niet op in. Ik ga niet over medewerkers praten hier. Okay. Zonder dat die medewerker erbij is. Nee. Dat doe ik niet. Dat vind ik niet netjes. En, okay. Als je die vraag wil stellen, dan zou ik haar bellen als ik jou was. Natuurlijk, maar ik bedoel, jij bent haar baas en ze zit in haar fractie. Ja, maar dat ga ik niet doen. Ik praat niet over mijn medewerkers als ze er niet bij zijn. Dat vind ik niet eerlijk. Ze kan zich hier niet verweren. Dus, Oké. Nou ja, ze is inmiddels af, want ze heeft haar Twitter-account op een slotje gezet. Ik heb ook gesproken met de vereniging van leerlingen uit het speciaal onderwijs, dus lichamelijk en gehandicapte autisten, die dus tijdens die boerendemonstraties met hun busjes door de blokkades heen wilden. En ook toen was Ducky 6 nogal bezig op Twitter. Ik heb ook hun gebeld. Zij vertelden dat ze uiteindelijk met jou een gesprek hebben gevoerd daarover. En dat jij in dat telefoongesprek ook excuses hebt aangeboden aan hun. En toen vroegen ze jou van, zou je dat ook publiek willen doen? En toen heb je dat niet gewild? En ik vroeg me af waarom je dat niet wilde. Ik heb gezegd dat de zaak wat ons betreft gewoon zo is afgedaan. En nogmaals, in de Kamer worden mensen wel eens voor de bus gegooid. En daar werk ik gewoon niet aan mee. Nee. Dat doe ik niet. Nee. Zeker niet in het openbaar, waar ze zich niet kan verweren. Dus ook deze vraag gaat weer over haar. En kijk, je mag hem vragen wat je wil over mij. Ja. Je mag ook vragen over mijn medewerkers. Mm-hmm. Maar ik vind het niet netjes om hier vragen te stellen over mensen die hier niet in de zaal zijn en hier niks over kunnen zeggen. Nee, oké, duidelijk. De afgelopen, sinds je bent opgekomen als politicus, is daar natuurlijk ook onderzoek naar gedaan. Je hebt ook inzage gegeven in de boeken, zeg ik maar ook even hier voor de zaal. Dan kunnen we dat, we hebben maar 12 minuten. Daaruit blijkt dat je A, niet gesubsidieerd bent door die grote industrie, dat je nooit geld hebt gekregen, dat je zelf je pensioen of je levensverzekering hebt verkocht voor 18.000 euro om dus de laatste ruk tot aan de Kamerverkiezingen te halen. Dus dat gooi ik allemaal opzij, daar gaan we het niet over hebben. Maar wat ik wel interessant vind, ook ik heb dat hele debat 23 juni, dus na de Stroe-bijeenkomsten, teruggelezen. En dan kom je in een enorme fitty terecht met Klaver. En Klaver zegt van, oké, je wordt misschien niet betaald, maar je bent wel jullie belangen, de belangen van de agro-industrie en van wat jij verwoordt, komen wel sterk overheen.
Hem heb ik ook even gebeld en hij zegt van ja, maar ik verwoord af en toe het standpunt van Greenpeace. Dat moet en mag kunnen. Als je het op die manier ziet, kan je dan zeggen, of wat vind jij daarvan, als van de stelling dat jij wel de belangen van de agro-industrie verwoordt, zonder dat je daar per se voor betaald krijgt of aan hun lijn aanloopt? Ik snap je vraag. Kijk, ik dien de belangen van een hele grote groep kiezers. He, en tuurlijk, wij focussen heel erg ook op de boer. Als je zegt van ja, jij dient de belangen van de veevoerindustrie. Dat zeg ik niet. Even in zijn algemeenheid, als mensen dat zeggen. Dan denk ik, ik dien hun belangen niet. Maar ik dien wel het belang van de hele agrarische keten. Omdat die juist zo belangrijk ook is voor het platteland. Wat mensen dus vaak niet zien. Maar wat vind je er dan van dat die bedrijven, de Van Drie Groep, Royal De Heus, Royal Ayware, dat die miljarden en miljarden maken? Dat die eigenaren, soms familiebedrijven, in de top, in de quote 500 staan, dat die gigantische kunstcollecties hebben. Dat is toch onevenredig? Nou ja, volgens mij staat er geen verbod op in Nederland om geld te verdienen. Nee, dat snap ik. Dus maar het wordt een beetje gedaan zoals... Helemaal niet. Maar ik bedoel, wat vind je daarvan? Nou kijk, ja, luister. Die bedrijven hebben belang bij dat alles in stand blijft dat het is zoals het blijft. Nou, dat is niet waar. Want heel veel van die bedrijven zijn ook echt al jarenlang bezig, hè, om mee te helpen aan die verduurzaming. Om ook allerlei concepten mee te bedenken. Kijk, dat zij heel veel geld verdienen, ja, dat kan. Ik bedoel, er wordt nou eenmaal heel veel vlees en zuivel en eieren verkocht. En daar zullen zij hun graantje van meepikken. Wat ik wel vind, en daar spreek ik ze ook op aan, ook in debatten, ook in gesprekken met mensen die ik heb. Ik vind wel dat die keten mede verantwoordelijk gehouden moet worden voor het inkomen van de boer. En dat is jarenlang niet gebeurd. Ja. Jarenlang is de boer gewoon, die zit aan het einde van de pijplijn. Maar moeten die boeren niet ook een keer naar het kantoor van Royal De Heus om daar te demonstreren? Ze zijn een keer bij Fion geweest. Ze zijn er wel geweest. Ze zijn ook bij supermarkten geweest. Ook. En spreek jij zo'n CEO-anker van Royal Ayware, dat is een gigantische zuivel verwerken. Heb je die ooit gesproken? Heb jij contacten met dat soort mensen, met de gebroeders De Heus? Ja. Ik ken de heer Van de Anker wel. Ik ken mensen van De Heus ook. Ik ben helemaal in het begin dat ik in de Kamer zat, ben ik ook op een werkbezoek geweest. Dat was eigenlijk voor de brancheorganisatie voor veevoerfabrikanten. Die hebben me uitgelegd, nou ja, inderdaad, over de belangen. Weet je, die houden ook duizenden mensen aan het werk. Ja. Wat gaan we doen als het hier allemaal geteeld, als alles hier geteeld moet worden? Wat voor gevolgen heeft het? Kan dat natuurlijk, alles kan. Die gesprekken heb ik met ze. Ik heb toevallig afgelopen week een gesprek gehad met een groep mensen, waaronder Kees Veerman in zit, Jan-Willem Eresman zit erin, maar ook Frans Keur. Stikstofprofessor en de voormalig minister van Landbouw, ja? Ja, en goed dat je dat zegt. En ook met Frans Keurentjes, dat is de oud-topman van Friesland Campina. En daar heb ik het dus specifiek daarover gehad. Dat dus in die keten, dat daar eigenlijk niet zozeer te veel geld verdient, dat is dan een beetje van dat mag niet. Maar de boer hangt er altijd maar bij. Ja. En wij zeggen altijd van, ja, maar weet je, de inkomen van de boer, ja, dan moet het voedsel duurder worden. Ja. Maar je kunt ook zeggen, het voedsel hoeft niet per se duurder te worden, maar laat in de keten, laten mensen daar meer betalen aan de boer. En daar zou ik wel graag een constructie voor zien, dat die meer verantwoordelijk worden gemaakt. Daarmee sta je dus eigenlijk veel dichter bij je collega's Tjeerd de Groot en de mensen van GroenLinks dan je zelf misschien denkt. Want die willen dat ook, hè? Zeker, ja. Maar ik sta niet altijd tegenover. Nee, vandaag kwam er een bericht op Trouw. Sjaak van der Tak, hè, die natuurlijk één front vormde met jullie allen daar in Stroe. Die zegt vandaag in een interview, we moeten boerenbedrijven meer gaan extensiveren. Minder koeien per onderneming. Heeft hij vandaag gezegd. En dat is volgens mij, breekt hij daarmee de rangen? Nou ja, kijk, dat heeft hij niet helemaal zo gezegd volgens mij. Hij heeft gezegd dat dat één van de opties is wat we moeten doen. Hij heeft niet gezegd, we moeten extensiveren, punt. Maar en extensiveren is de laatste jaren altijd een discussie geweest in de agrarische sector. Dus ik zie hem eigenlijk niet zoveel anders zeggen dan dat ze altijd hebben gedaan. Okay. Maar moeten we, dat is dan de vraag waar Geert-Jan Lasje net ook op uitkwam, moeten we de veestapel gaan verkleinen? Is dat toch uiteindelijk wat er moet gaan gebeuren?
Daar blijf ik bij. Veestapel is de afgelopen 4 jaar is al veel minder geworden. Dus die depolitiseert het hier. Hè? Want mensen overlijden, dus boerenbedrijven gaan dicht. Dus dat is makkelijk, zal ik maar zeggen. In de zin van, daarmee lost het probleem zichzelf ten dele op. Maar... Nee, ja, met name omdat er geen opvolgers zijn. Ja, precies. Er zijn geen opvolgers. Dus die bedrijven zullen sowieso stoppen. Voor die bedrijven zeg ik ook de hele tijd, laten we daar nou versneld een goede regeling voor krijgen. Die komt er nu, hè? Ja, die komt er nu. Dus dat is een goede zaak. Maar kijk, we hebben 12 minuten is gewoon te kort. Je kunt zeggen van, laten we de veestapel halveren. Dat heeft gewoon gigantische gevolgen. Mm-hmm. Ook voor alles wat daaromheen en wat daarna komt. Dus we kunnen wel zeggen, we zetten een knip in die veestapel. Maar dan moet je ook kijken. Mm-hmm. Ik bedoel, vee eet heel veel resten van de levensmiddelenindustrie op. Hè? 60% van het voer bestaat uit restanten van de broodfabrieken, mm-hmm. van de bierfabrieken, noem maar op. Moeten we kijken, wat gaan we daar dan mee doen? Wat gaat het betekenen voor de prijs van het voedsel? Maar nog even om af te doen. Ik heb nog maar een minuut. Jij ziet die tijd niet lopen, maar ik wel. Sorry. Kijk, als boeren goed worden uitgekocht, als die opvolgingskwestie niet wordt geregeld en dus bedrijven gaan dicht, jij zegt, laten we dan een snelle regeling doen, dan is dat voor iedereen fijn. Dat betekent onderaan de streep wel dat voor die grote industrie waar we het net over hadden, dat hun inkomsten dramatisch naar beneden zullen gaan. Vindt u dat dan erg of niet? Heb liever dat mijn boeren een goede regeling hebben en hoe die bedrijven dat regelen, dat moeten ze zelf doen. Ja, dat is te zwart-wit. Dat is te zwart-wit. Waar ik me zorgen over maak, is wat voor gevolgen dat heeft. Kijk, een veevoerfabrikant of een slachterij biedt ook gewoon in de omgeving heel erg veel werk. Die zijn ook op maatschappelijk vlak heel erg bezig. Dus het gaat mij er niet zozeer om van, dan verdienen ze minder geld. Ik vind het wel zorgelijk als steeds meer van die bedrijven verdwijnen. Wat betekent dat voor de economische regio? En we moeten het grote plaatje zien. Dat is wat ik zo graag altijd benadruk. Nee, het is niet nee. AB. Dank je wel, Caroline van der Plas. We gaan terug naar de studio in Hilversum. Ja, zo is het. Harm Edenbordje, dames en heren. Caroline, mag je ook vragen? Het zijn ervoor dat weer een aantal boeren nu de komende weken, maanden zeggen, we gaan nog een keer bij zo'n groot bedrijf staan. Om de reden door jou verwoord. Ja. En ze nodigen jou uit om te zeggen, kom mee. Het is belangrijk dat jij er ook bent in die frontlinie bij die demonstratie. Ga je mee? Ja, nou ja, misschien wel. Ja. Misschien. Het ligt ook een beetje aan de aard van het protest natuurlijk. Ik ben afgelopen zomer bij een protest geweest bij het distributiecentrum van, ik meen, Albert Heijn in Utrecht. Daar ben ik expres naartoe gegaan om de boer gewoon even hard onder de riem te steken. Om even te kijken, hoe gaat het allemaal? Hè? Loopt het allemaal goed? Daar heb ik niet mee gedemonstreerd, omdat dat hun demonstratie is. Alleen uw aanwezigheid natuurlijk ergens doet al wat met een demonstratie. Hè? Hoeft niet eens voorop te lopen. Ja, nee, maar goed, ik denk dat het ook goed is om dat af en toe te doen. Ja, maar dat ik het toch even. Dus u zegt eigenlijk, de boeren zouden een goede reden hebben om bij die grote bedrijven te gaan demonstreren, want daar is ook een deel van het onrecht. En u zegt ook, gezien het feit dat ze daar terecht gaan staan, hypothetisch in de nabije toekomst, op u kunnen ze rekenen. Ze kunnen altijd op mij rekenen, maar het is niet altijd gezegd of ik ook kom. Nee. Kijk, maar in de politiek. Ik voel dat we dat. Dit is wel een moment. U wilt van mij weten op welk protest ik waar. Nee, dat vroeg ik niet. Kijk, ik bekijk dat per keer. Of ik ergens. Kijk, in Stroe was het ook een podium. En dat was met sprekers. En er zijn heel veel boeren. En ik loop daar rond en ik praat met iedereen. Kijk, bij een protest van Fion Slachterij in Bokstel. Om daar, weet ik veel, een uur of 2 uur te gaan staan om een punt te maken. Dan denk ik ook van, heeft het ook helemaal zin om daar te zijn? Ik kan in het politieke debat, kan ik het ook steunen, hè? Kan ik ook zeggen van, moet je luisteren, goed dat jullie dat doen. Weet je, kom op voor je recht, kom op voor je bestaansrecht. Ik vind demonstreren in Nederland gewoon überhaupt, voor alle groepen, gewoon een heel groot goed. Dus in die zin, tuurlijk zal ik ze dan steunen. Kijk, als zij daar de ruiten in gaan gooien, dat steun ik het natuurlijk weer niet. Dames en heren, Caroline van der Plas.